Een natte start van de 21ste editie van het hardloopevenement De Equiden van atletiekvereniging PEC 1910 in de Urksteeg in Zwolle. De hardlopers trotseerden de regen om in teamverband een marathon te lopen. Dit jaar deden er 180 teams mee en dat is minder dan vorig jaar. Reden hiervoor is een wisseling van de wacht in de organisatie. Nou ja, dit jaar doen we het dus voor het eerst en er komt nog aardig wat bij kijken bij zo'n eerste keer zo'n evenement. We zijn blij dat we een paar oude rotten in het vak hebben, om maar zo te zeggen. Henk van der Worp en Hans Wilting, die vorig jaar ook nog wel bij de Equiden-commissie zat, die hebben ons wel goed geholpen. En dat is ook wel nodig. Er komt eigenlijk altijd nog wel meer bij kijken dan dat je eigenlijk verwacht. De nieuwe organisatie heeft wel de ambitie om verder te groeien. Je ziet allemaal tentjes rondom de baan. Nou, wat wij misschien willen doen is een grote tent midden op het veld neerzetten. En, zodat alle mensen daar komen en niet iedereen met tentjes hoeft te slepen en dat soort dingen. En toch misschien kijken of we een DJ kunnen krijgen om net iets meer sfeer erin te krijgen. Misschien nog iets meer voor de kinderen, zodat het nog drukker wordt en een nog groter evenement. Dat lijkt ons wel leuk. Bekende Zwolse renners, zoals René Poppen, waren ook van de partij. Voorbereiden voor de marathon in Krakau in Polen, 18 mei. Dus dat betekent volgende week nog in Deventer lopen, de IJsselloop. En dan nog een aantal keren over de 30 en dan maar kijken hoe het gaat daar. En dan weer, weer verder bouwen naar de halve van Zwolle onder andere. Zwaar. Ja, achterop het parcours, glad. Steentjes, klinkers bedoel ik. Wind tegen, toch wel meer dan je denkt. Voor de rest prima, goed evenement. En voorbereiding voor Rotterdam volgende week, dus het is prima zo. Dat was mijn slechtste Equiden tot nu toe. Nou, het was regenachtig. Ja, ging wel goed op zich. Zwaar. Eerste keer 10 kilometer. En 36,5 gelopen, dus ben tevreden. Het herenteam Altijd Alles Maximaal uit Apeldoorn kwam als eerste over de streep met een tijd van 2 uur, 30 minuten en 20 seconden.